Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Tracking, but not sufficiently, and Bashir scores. Here's Hedji. Gets a shot in. Oh, they scored. Salam alaikum, goedenavond. Mijn naam is Monique Goudani en welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight. Ook in 2021 zijn we erbij, elke week. Ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad. Ik hoop dat jullie dromen uitkomen, jullie wensen uitkomen in het nieuwe jaar. En natuurlijk dat jullie gezond blijven, inshallah. En hopelijk gaat corona snel verdwijnen, zodat we weer onze leventje kunnen oppakken. Jongens, duimpjes omhoog, ook in het nieuwe jaar alsjeblieft, dankjewel. Abonneren, toppie. En laat de reactie achter wat je van de uitzending vond. Dit weekend nog geen Eredivisie. Maar er was toch een makka hat-trick op de Nederlandse velden in Nederland. Assalamu alaikum Karim, goedenavond. Alaikum salam, goedenavond bro. Nou, allereerst gefeliciteerd, mooie hat-trick. Ja, shukran. Was een mooi avondje voor mij, denk ik. Een goede overwinning en uiteindelijk 3 goals van mij. Dus zeker tevreden over de wedstrijd. Gaat ook goed, hè? Je speelt voor het eerst dit seizoen sinds augustus bij Helmond Sport. 6 doelpunten, nu 3 assists. Rendement goed. Gaat lekker. Ja, alhamdulillah, zeker. Begin van het seizoen, eerste paar wedstrijden, was ik gelijk op dreef. Alleen doelpuntjes kwamen pas later. En nu ik ook doelpuntjes maak en assists geef, gaat het zeker beter. En er wordt goed gesproken over mij, denk ik. Ik ben gewoon wel de bepaalde speler bij Helmond Sport op dit moment. Dus daar ben ik blij mee. Dus het gaat zeker goed. Ja, je hebt de jeugdopleiding in eerste instantie bij ADO Den Haag. Daarna stap naar FC Utrecht gemaakt. Ik heb je nog bij Jong Utrecht wel eens gezien. Daarna maakte je een stap naar Marokko. Ja, klopt. Naar Hosima. Dat was iets minder. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen het al hebben meegekregen hoe het daaraan toe is gegaan. Maar... was eerlijk gezegd gewoon 3 keer niks. Ik had het wel beter verwacht. En ik was gewoon ik was toen 20, volgens mij, of 19 zelf. Dus ik was ook, ik ben nu wel verder ontwikkeld in die zin. Dus ik denk nu wel 3 stappen na voordat ik zo'n stap maak. Maar het was niet wat ik had gehoopt. Het lijkt me wel moeilijk, want je bent Marokkaanse jongen. Je gaat naar je eigen land eigenlijk. Dan verwacht je niet dat zoiets kan gebeuren, denk ik, toch? Nee, klopt. Inderdaad, als Marokkaanse jongen in Marokko, je denkt dat het wel vertrouwelijk is. Maar helaas is daar de voetbal nog niet zo ontwikkeld zoals het in Nederland en Europa is. En dat heb ik zeker gemerkt. Maar uiteindelijk, wat geweest is geweest. En ik kijk nu alleen vooruit op dit moment. Heel goed. Want je hebt geen geld gehad, hè? Loopt dat nog, zeg maar? Ik ben er uiteindelijk wel goed vanaf gekomen. Ik was zeg maar de laatste speler van de 6 Nederlanders die was overgebleven. Dus ik heb eigenlijk gewoon wel mijn geld gekregen. Dus in die zin heb ik geen verlies gemaakt. Maar het was natuurlijk niet best qua betalingen. We kregen 3-4 maanden niet betaald. En dan krijg je gewoon... dan zeggen ze gewoon van... we betalen op dit moment niet. We hebben geen geld. En zoek het maar uit. Dus dan zit je daar in Marokko. Dus is wel erg lastig. Lijkt me moeilijk. Zeker voor jongen wat je zegt. Ik kan me voorstellen dat... Ik bedoel, voetbal is werk, maar is ook hobby, is ook liefde. Maar ik kan me best voorstellen dat liefde voor het spelletje dan wel minder wordt. Ja, tuurlijk. Kijk, eerlijk is eerlijk. Je voetbalt uiteindelijk gewoon om geld te verdienen. Dat is een van de belangrijkste hoofddoelen waarom je voetbalt. En er moet gewoon brood op tafel komen, begrijp je? Dus als je zolang je niet betaald krijgt, dan gaat het plezier ook weg. Als je gewoon betaald krijgt en alles eromheen gewoon goed geregeld is, dan ga je ook plezier vinden. En dat was er totaal niet. En ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ja, maar je kon natuurlijk niet weg, want je moest eerst een aantal x-aantal maanden blijven. Want anders kunnen ze zeggen, jij loopt... op een gegeven moment netjes geregeld. Toen heb je een half jaar zonder club gezeten ongeveer? Een halfjaartje heb ik zonder club gezeten. Ja, ik kwam natuurlijk uit Marokko. Ik heb maandenlang niet getraind. Dus het was onverantwoordelijk om gelijk bij een club in te stappen. Dus ik heb toen gewoon een half jaar voor gekozen om even
even mijn rust te vinden en even heel goed fit te worden. Ik heb dat half jaar toen ik bij ADO Den Haag meegetraind, tweede team. Okay. Dus ze hebben mij toen de mogelijkheid gegeven om mee te trainen. Ja, die heb ik gewoon goed gepakt en heb ik half jaar ben ik daar fit gebleven. En toen die zomer ben ik naar Jong Sparta gegaan. Ja, hoe is dat gegaan bij Sparta, Jong Sparta? Ja, op zich, eerste half jaar ging het gewoon goed. Alleen, ik was al wel 22, dus dat is eigenlijk te oud voor een jong team. Maar ja, ze speelden wel in tweede divisie, dus ik kon daar wel lekker mijn wedstrijden spelen. Ja, qua doelpunt assist was het ook gewoon goed. Dus en toen in de winter, dat duurde eigenlijk. Ik had gehoopt dat ik nog misschien de stap naar het eerste team zou maken. Alleen ja, dat is niet gebeurd. Dus ja, toen dacht ik moet nu wel verder gaan kijken dan Jong Sparta. Toen ging je naar Duitsland? Ja, toen ben ik naar Duitsland geweest. Vierde niveau, hoe is dat bevallen? Ja, ik moet zeggen, vierde niveau klinkt niet zo hoog, maar nee. is het zeker wel. Ja, ja. Mijn eerste wedstrijd zat er volgens mij 12.000 man in het stadion. Hm. Dus ja, het is echt een mooi niveau en alles daaromheen goed geregeld. Ook financieel gewoon aantrekkelijk. Hm. Dat mag ook gewoon gezegd worden. Dus ik heb daar toen voor 6 maanden getekend. En ik heb uiteindelijk maar 2 wedstrijden gespeeld. En toen kwam de corona-uitbraak. Dus ik heb toen eigenlijk... toen was ik gewoon in Nederland. Dus heel gek gegaan eigenlijk. Want je scoorde ook 2 keer, hè, je eerste wedstrijd meteen, hè? Ja, meteen 2 keer gescoord. Dus ik had er wel zin in dat half jaar. Alleen het mocht niet zo zijn. En uiteindelijk gewoon teruggekeerd naar Nederland. Ja, nu dan bij Helmond Sport. Is het voor jou, je bent nu 23. Kijk, ik heb je nu een aantal keer zien spelen bij Helmond Sport. Jij bent te goed voor Helmond Sport, daar zijn we duidelijk over. Is jouw ambitie naar een grote club in de Jupiler League die bijvoorbeeld kans maakt op promotie? Dan denk aan een NAC, een Graafschap, Cambuur-Volendam. Of denk ook al, waarom kan ik die Eredivisie niet aan? Ik bedoel... Kijk, in het begin van het seizoen had ik al meteen mijn ambitie uitgesproken. En ik kwam toen ook veel in het nieuws met de analisten en et cetera. Ja, toen heb ik toen echt gewoon uitgesproken van ik wil gewoon de Eredivisie in. Omdat ik ook bij Utrecht 2 jaar in de selectie zat. Maar helaas niet die echte doorbraak van is gekomen. Maar zoals je zegt, beide zou wel reëel zijn, denk ik. Ik denk een Eredivisie club. Zou gewoon kunnen. En mocht het niet zo zijn, dan wil wel gewoon een topclub in de eerste divisie die wel wil promoveren. Maar ik wil het liefst eigenlijk na dit seizoen wel de stap maken naar de Eredivisie. Want als je zelf vergelijkt, je hebt de stap bij FC Utrecht net niet kunnen maken. Waar lag dat aan in die tijd, denk jij? Ja, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar ik had toen ook wel een zware blessure opgelopen. Ik heb mijn enkel gebroken. En daar zat ik wel 13 maanden mee, uiteindelijk. En ik was heel goed met Erik ten Hag, alleen hij ging die winter weg toen ik mijn contract had verlengd. Dat was wel een beetje jammer. En toen kwam een nieuwe trainer en die had geen plannen met mij. Dus zo is het eigenlijk gelopen. Ja. Ja, de verandering van de trainer heeft wel veel veranderd bij mij bij de club. Je moet soms net geluk hebben, zeker als een trainer vertrouwen in je heeft. Ja. Als je dan, ik kijk alleen naar Ten Hag en Labiat nu bij Ajax. Ja, zeker. Labiat krijgt het vertrouwen van zo'n Ten Hag. En dat is lekker als je van een trainer gewoon het vertrouwen krijgt. Ja, klopt. Ja, dat kreeg ik ook van Ten Hag uiteindelijk. Toen ik 16, 17 was, nam hij me al bij de eerste team. Mocht ik al meetrainen, et cetera. Alleen toen hij letterlijk een paar dagen weg was, werd ik meteen weer teruggezet naar Jong. En ik dacht, dit was net mijn moment. En dat was voor mij zeker een tegenslag. En vandaar dat ik ook voor had gekozen om naar het buitenland te gaan. Ja, snap ik. Je hebt op zich, ik ben nog jong. Marokkaanse ervaring, Duitse ervaring. Ben je nou mentaal wel heel sterk? Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel ervaringen meegemaakt. Dat je mentaal zo sterk bent dat het doel naar die Eredivisie wat makkelijker is. Ja, zoals je zegt. Ik heb in Marokko, dat is zeker een nadeel. Maar elk nadeel is een voordeel, denk ik. En zoals je zegt, ik heb zeker lering uitgetrokken en... ik heb er echt van geleerd en ik ben er echt sterker uit geworden. Ik ben een half jaar in Marokko geweest, een half jaar in Duitsland. Ik heb veel dingen meegemaakt, voetbal en alles eromheen. En dat heeft me zeker sterker gemaakt. En dat zorgt denk ik nu ook voor dat ik het gewoon goed doe. Ik denk dat ik door die lering gewoon echt mijzelf heb ontwikkeld mentaal. En ik ben ook volwassener geworden nadat ik 3 jaar geleden was. Dus in die zin heeft het zeker geholpen uiteindelijk. Als je kijkt naar dat halfjaartje Marokko, hè?
Wat zijn de positieve dingen die je daaruit mee hebt meegenomen? Ja, ik denk het land, ja, een moslimland natuurlijk. Moskeeën op elke hoek te vinden. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve punten. Ja, het leven in Marokko is ook gewoon mooi. Lekker weertje altijd. En de mensen zijn ook gewoon goed. Alleen ja, ik zat precies bij de verkeerde club, helaas. Ja. En, maar ja, zeker veel positieve punten in Marokko natuurlijk. Hm. Ja. Ik hoorde dat als je 15 keer scoort, dan gaat er een Helmond Sport supporter. Ja, ik heb het gehoord. Er blijken twee supporters te zijn die een weddenschap met elkaar hebben afgesloten. Dat ik, als ik 15 goals maak, een tatoeage van mij op een lichaam ga zetten. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar ze doen maar wat ze leuk vinden, toch? En jij gaat 15 keer scoren, dus. Ja, ik hoop het, Charles. Dat zou wel echt mooi zijn als ik dit seizoen met 15 goals kan afsluiten. Maar het is wel grappig eigenlijk. Ja, het mooie aan, dus het is nog een bepaald doel. Wat je zegt, het rendement is goed. Je speelt bij een. Op zich, het is een redelijk laag speel. Maar je doet het redelijk goed. Ik bedoel, het is niet zo. Ja, ja. Ook als je kijkt naar de tweede periode. Je hebt het redelijk goed gedaan. Wat is de ambitie van de club? Ja, de club Helmond Sport. De afgelopen paar jaar ging het echt heel slecht. Zijn ze volgens mij 2-3 jaar achter elkaar laatste geworden. Mm. Dus ze hebben dit seizoen ook ander soort spelers gehaald dan ze voorgaande jaren hebben gedaan. Met mij en nog een paar andere spelers. En ja, de club wil volgens mij vanaf volgend seizoen echt voor de play-offs plekken gaan. En ik denk daarna hebben ze echt ambitie om de Eredivisie in te gaan. Dus het is wel echt een groeiende club op dit moment. Mm. Maar dat gaan ze niet met jou meemaken, want ik zie jou volgend jaar gewoon inshallah bij een Eredivisieclub. Ja, inshallah. Kijk, dat is zeker mijn doel. Alleen ja, je weet nooit in de voetballerij hoe het kan lopen. En, wie weet wat er inshallah gaat komen. Wat voor een mooie club. Ja, ik heb gewoon mijn ambitie uitgesproken en dat is de Eredivisie. En mocht een topclub in de eerste divisie zijn, dan is dat ook niet slecht, denk ik. Nee, ik denk blijf vooral scoren zoals je doet, assist geven zoals je doet. Dan val je elke week op en uiteindelijk weet je, spelers die opvallen. En zeker een speler die attractief is en die ook het publiek kan vermaken. Ja, dat is alleen maar genot om naar te kijken en meerwaarde voor de Eredivisie. Ja, heb je gelijk, inshallah. Ik ga gewoon door waarmee ik mee bezig ben op dit moment. En ik moet gewoon belangrijk zijn met doelpunten, assists, zoals je zegt. En de rest gaat zeker vanzelf komen, inshallah. Inshallah, we blijven je volgen en we zien je snel in de Eredivisie. Ja, gaat goed komen, inshallah. Chokkelen, goeie. Welkom. Ja, gretige speler. En heel veel energie en heeft er zin in. En wil gewoon via Helmond Sport knokken om weer terug te komen in de Eredivisie. Gretige jongen. Veel energie en heeft er zin in. Gretige jongen heeft er heel veel zin in. En je ziet gewoon, zijn doel is de Eredivisie. Ik zie hem af en toe bij Helmond Sport. Ik heb hem destijds een aantal jaar geleden bij Jong FC Utrecht gezien. Die jongen kan voetballen, die jongen kan scoren en die jongen kan assist afleveren. Dus echt ideaal. Eredivisie. Bellen, want anders is hij weg. Iemand anders die ik net sprak is een jongen die ik echt fantastisch vond. Hij speelde bij FC De Graafschap. Was daar echt wel een man. De supporters waren dol op hem. Nog in het boek staan, Marokkaans trots. Fijne jongen, positieve jongen. Echt hard op de juiste plek. Heel veel energie komt daar ook uit. Positiviteit ook vooral. Hij speelt nu in Saudi-Arabië. Dat vind ik echt eeuwig zonde. Echt eeuwig zonde. Eredivisie. Jullie hebben echt zitten slapen. Maar ja, hij doet het fantastisch in Saudi-Arabië. Youssef Jibli. Assalamu alaikum, Youssef. Goedenavond. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi. Goedenavond. Nou, Youssef, anderhalf jaar nu in Saudi-Arabië. Hoe bevalt het daar? Ja, prima. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Gelukkig ook twee Nederlandse jongens de berg gekomen. Dus dat maakt het alleen maar mooier. Ja, Schenk en Mohamed Raihi. Is dat fijner, als je toch jongens hebt die ook de taal spreken? Ja, is echt fijn. Bij Faisal had ik het ook. Had ik Roli Bonavacia en een Belgische jongen. Die kon ook gewoon Nederlands. Ja, dat maakt het echt wel fijner. Natuurlijk, het is ook wel mooi om een beetje Engels en Arabisch te spreken. Alleen, als je echt jongens van Nederland met jou spelen, dan wil je ook graag gewoon Nederlands spreken. Maar we hebben het echt enorm aan onze zin, dus... Mooi man. Je maakt op zich best wel voor mij een verrassende stap vanuit de Jupiler League naar Saudi-Arabië. Je was toen 26. Ja, voor mijn gevoel dacht ik van ja, ik bedoel, jij komt makkelijk de subtop van Nederland makkelijk aan. Ik bedoel, als je ook kijkt nu naar Diemers bij Feyenoord,
Als je kijkt, types als Van der Streek bij FC Utrecht. Je komt uit FC Utrecht. Ja, ik snap niet dat clubs jou echt niet... Dat snap ik echt niet. De clubs hebben echt liggen slapen. Je doet het goed. Vorig jaar topseizoen. 9 doelpunten, 8 assists. En dan... Nee, 12 assists. 12, zie je? Zie je? Zelfs die transfermarkt die ligt gewoon. Ja. Ja, dat is echt... Het is gewoon een topseizoen. En dan vijfde geworden. En dan komt een promovendus, El Batin. En dan maak je de stap. Voor mij is het best wel verrassend. Ja, voor meerdere, ja. Natuurlijk, in Nederland... ik wilde graag in Nederland blijven. Dat was ook een droom voor mij. Alleen, ja, er kwam niet de juiste club. De Graafschap, daar wil ik ook graag blijven. En ja, toen, zij weet ook mijn ambitie. Ik wilde graag in het buitenland voetballen. Alleen, ja, wat jij zegt klopt. Ik stond ook versteld dat... één club zich heeft gemeld en dat was PEC Zwolle die tijd. Ik had best wel een echt goed seizoen in de Eredivisie. Iedereen was tevreden over mij. Maar alleen PEC kwam en uiteindelijk hadden ze toch voor Bellassani gekozen. Die was ook transfervrij. Ja, en toen kwam Faisli in beeld. En toen ik deze kant op ging, toen hoorde ik ook dat Heracles een gesprek wilde. Ja, dat was toen al te laat. Toen had ik me vol gefocust op deze avontuur. Maar ik was ook verrast dat er bijna niemand kwam in de Eredivisie. Ik heb daar wel een mening over. Ik denk dat ik wel weet waarom het komt. Maar waarom denk jij dat het komt? Ik zou het echt niet weten. Ja, ik hoor sommigen zeggen vanwege over geloof en dat soort dingen. Ja, dat kan spelen. Dat weet ik niet. Dat hebben ze mij niet verteld. Dat gaan ze ook niet doen. Maar dat kan zo zijn. Dat vind ik dan wel jammer, weet je. Want ja, ik heb bij de Graafschap gespeeld. Als je daar komt, ja, je was er toevallig toen wij daar hadden gesproken. Ja, dan zie je gewoon dat ik gewoon heel normaal ben. Dat die mensen mij respecteren. Andersom ook. En ik was ook gewoon publiekslieveling bij de Graafschap. Dus ja, dan denk ik, waarom kan ik niet bij een andere club gaan spelen? Nou, we hebben ook een aantal supporters ook gesproken. Jij was gewoon een superboer. Dat is wel jammer, hè? Dat het vooroordeel, je bent een praktiserende moslim, wat je zegt. Ja. Je ziet dat hij een baard, je draagt een legging als je voetbalt. Ja. Maar dat maakt jou niet anders dan anders. Nee, dat klopt. Dat klopt. En die mensen die mij ook kenden, gewoon in Doetinchem, buurman, want ik woonde daar in Doetinchem. Ja, die sprak gewoon normaal met mij. Gewoon, ik weet ook niet waarom, hoor. Als de club zo denkt, hoor. Maar we hadden gewoon respect voor elkaar. We lachten met elkaar op de club, op iedereen. Ja, het was gewoon, voor mij was het gewoon thuis, weet je. Ja, ja, dan is het toch nog. Ik weet niet wat precies de idee is, hoor. Kijk, we moeten ook niet denken van misschien is het dit wel. Misschien hadden ze ook andere spelers. Als dat het is, dan is het wel wel schande, hoor. Jozef, je kijkt naar de statistieken, je kijkt naar het rendement. Je kijkt naar het type speler die je bent. Je had bij 16 clubs van de Eredivisie makkelijk meegekund. Dus daar zit wel een gedachte achter van toch eng en wat halen we binnen en straks wilt hij misschien eigen regeltjes. Toch een soort angst. Nee. Ik denk dat toch is. Ja. Maar dan moeten ze dan even de club bellen bij de Graafschap, dan konden ze het wel uitleggen. Want iedereen heeft gewoon wat respect voor mij en wederzijds ook. Dus uiteindelijk moest het niet zo zijn. Ik ben nu hier in Saudi-Arabië, wat jij zei, vorig jaar gewoon een goed seizoen gehad hier. En toen maakte ik een stap naar een promovendus. Waarom? Want de club had met mij gesproken. Want ik had een 2-jarig contract. En die zeiden van, de trainer wil niet met een nummer 10 spelen voor ons seizoen. Dat vond ik al een beetje apart. Ik zei tegen die president van, wat denk jij, hoe denk jij erover? Hij zegt, jij bent een goede speler, maar ik ga de coach achterna. Ik volg wat hij wil. Ja. Dus uiteindelijk vond ik het jammer. Ik zeg, is goed, als het zo is, dan wacht ik maar welke club gaat komen. Kijk, ik hoef niet per se weg, want ik heb een contract van 1 jaar. Maar uiteindelijk kwam El Batin heel snel. Die wilde gewoon ook een transfersom betalen. En voor mij was het contract dat ze mij aan hadden geboden, was ook gewoon top. En ook nog een oud teamgenoot was ook deze kant op gekomen. Kelim Heiland, die speelt ook bij Faisali. Dus dat maakt het ook wel iets makkelijker. Ja. Maar uiteindelijk als speler zijnde wil je ook een waardering hebben. We hebben geschiedenis geschreven bij de club. Ze zijn nooit vijfde geëindigd. Bijna Aziatische Champions League gehaald met 1 punt. Scheelde maar 1 punt. En de statistieken die ik had daar was... Ik denk dat ook niemand dat altijd had gehaald daar. Ja. Maar uiteindelijk denk je van als zij mij niet willen hebben, waarom zou ik dan blijven daar, weet je? En de kans
dat er een andere club zich zou melden voor mij. Misschien een betere. Ja, dat wist ik niet, weet je. Ja, dus als ik dit bijvoorbeeld, als ik tegen Batin zou zeggen van ja, ik wacht wel even. Ja, weet je, dan had ik op zich nog een jaar bij Vaisali. Maar ja, dan heb je wel een idee van ja, ze willen me toch niet hebben. Wat doe ik hier? Was dat dezelfde trainer? Die zei ik wil... Ja, hij is er nog steeds. Maar dat is toch gek? Dus heb je een trainer, je hebt een topseizoen, je wordt voor het eerst vijfde. Je hebt een speler die op 10 speelt die heel veel doelpunten maakt en assist maakt. En... Ja, ik begreep het ook. Het kan van alles zijn hoor. Misschien zakelijk iets of ik zou het niet weten. Want Feyenoord is ook wel een club die veel spelers verkoopt. Best wel vaak gewoon Saudi-spelers. Maar ja, voor mij is het prima. Weet je. Ik heb gezegd, als het zo moet gaan, prima. Dan kijk ik wel wat er komt. En als het voor mij aantrekkelijk is, dan zal ik de stap gewoon nemen. En ja, Highland die had een dag of twee dagen voor mij getekend. En dat maakt het ook wel voor mij iets makkelijker om echt er goed over na te denken. En wat ik zeg, ja, weet je, ze bieden ons gewoon prima. We hebben een huis gekregen. Ik woon ook toevallig naast Rahi, naast Schenk. Die woont hiernaast toevallig. Ja, de waardering die ik krijg ook bij de club. En het contract was gewoon goed. Dus ja, dan heb ik gezegd, dan ga ik het doen. Top. Dit is een ander seizoen dan vorig seizoen. Vorig seizoen in de top. Ja, nu moet je strijden tegen degradatie. Ja. Is het anders? Ja, het is anders hoor. Op zich hebben ze... Wij hadden ook wel een hele rare voorbereiding gehad hoor. Want ja, de Jupiler League van hier, dan moesten nog twee weken langer door. Want wij waren toen al klaar. En de nieuwe competitie zou binnen een maand weer starten. Wow. Dus we hadden heel weinig tijd. En de spelers kwamen echt... We hebben misschien twee oefenwedstrijden gehad in de nieuwe voorbereiding. En toen moest je al aan de bak? Toen moest ik al aan de bak, ja. En de spelers kwamen één voor één binnen. Weken later, Rahi kwam als het goed is. En Schenk kwam anderhalf week later. Ja, we hadden bijna niet... wedstrijdritme. We hadden bijna niks. We hadden alleen maar getraind. Ook nog stagiaires kwamen nog toevallig, want we hadden geen spelers. Dus ja, het was ook moeilijk ook voor de trainer, hoor. Weet je, de trainer die moest met de middelen doen die hij had. Ja. En ja, dan kreeg je gelijk eerste wedstrijd tegen de topploeg. El Ahli, ja. Daar deden we het echt nog goed. We hebben maar 1-0 verloren, maar de jongens zeiden ook van Ahli, van ja, jullie hadden meer verdiend. Weet je, op zich hebben we wel een goede voetballend team, alleen ja, het heeft meer tijd nodig. En nu ook, we hebben de top 4 krijgen we gewoon. We hebben Nasser gehad, hebben verloren. We hebben Shabab gehad, we hebben Ittihad gehad vorige week. En nu krijgen we Hilal, nummer 1. Ja, ja, weet je, het maakt het ook niet makkelijk. Nee. Ja, afgelopen donderdag dus tegen Karim El Amadi. Ja. Er zijn best wel een aantal jongens, de Nederlandse jongens die daar spelen. Amrabat en Lama. Is dat leuk? Ja, ja, is echt leuk. Ik had twee weken geleden dan tegen Amrabat gespeeld. Hij lag op het veld, jongen. Is echt mashallah, een goede gast, hoor. Ja. Ook tegen Mitchell Tevreden. Vier weken geleden uit Behun. Dat was toen zijn eerste wedstrijd dat hij weer fit was. Ja, en pas tegen Karim El Amadi. Ja. Mashallah, ook echt een goede speler, hoor. Hij had tegen mij gezegd vorig jaar dat hij misschien zou kappen hier. Ja. Dat hij zei dat het zijn laatste jaar was, maar alhamdulillah, ik ben blij dat hij nog een jaartje hier speelt. Hoe is het niveau als je dat vergelijkt met Nederland? Ja, dat ligt er echt aan, hoor. Je kan zeggen de bovenste ploeg Eredivisie, subtop. En de andere ploegen zijn wel, kun je ook zeggen, ja, soms is het Jupiler League voetbal, soms is het Eredivisie voetbal, ligt er echt aan, hoor. Je komt soms tegen clubs te spelen die alleen maar de lange bal hanteren, ja. Dan kom je in een vechtwedstrijd. Dus, maar wat ik wel weet, hier in Saudi is wel de beste competitie in de Midden-Oosten. Dat is één ding wat zeker is. Jullie voetballen natuurlijk ook nu zonder supporters, hè? Is dat moeilijk? Ja, het is echt heel anders. Elke wedstrijd voor mij voelt gewoon als een oefenwedstrijd. Ja. Eerlijk is eerlijk, ja. Tuurlijk, het zijn belangrijke wedstrijden, maar ja, je voelt de sfeer is er niet. Ja, mensen op straat die motiveren je wel van, hey, kom op, winnen. Maar uiteindelijk kom je in het stadion en is het ja, helemaal leeg. Dat is echt wel jammer, hoor. Ik denk dat het ook in Nederland is. Ja, overal. Want dan zet je wel een paar stappen extra voor hun. Maar in Saudi-Arabië is het toevallig gaat het de goede kant op. Dus hopelijk na de winterstop of iets later, dan hopelijk komen er weer hopelijk fans. Want wanneer is de winterstop bij jullie? Wij hebben de laatste wedstrijd 25 januari. En dan hoe lang heb je dan de winterstop? Ik zou het niet weten. Ze hebben het nog niet verteld. Dus ze zeggen het is officieel dat je winststop krijgt. Dat je winststop hebt.
En nu hoor ik op een gegeven moment, hoor ik gisteren weer, ja, misschien gaan we gelijk door. Dus het kan van alles zijn. Jij kan nog geen reisje naar Nederland plannen? Nee. Gelukkig zijn ook de vluchten weer open, sinds gisteren of eergisteren. Hm. Dus ja, als de kans er is, dan vlieg ik zeker terug. Alleen, ik ben er bang voor dat het niet gaat lukken. Nee. In voetbal je in een land, islamitisch land, het meest islamitisch land. Ja. Nou, voor jou natuurlijk als moslim is dat natuurlijk fantastisch. Heb je Mekka al bezocht? Ja. Ik had vorig jaar nog, toen ik bij Feyenoord speelde, speelden we een bekerwedstrijd in Taif, dat is in Mekka. Hm. En toen daarna, die hadden we gewonnen en toen kregen we 3 dagen vrij, ja. Dus één keer zien nadenken en gelijk gaan. Ik was toen met 2 teamgenoten geweest. Dat was echt een topervaring. Mashallah, dat was de eerste keer kippenvel. En ik heb ook Medina ook nog bezocht pas. Ja? Dat is ook echt... die gevoel die je daar krijgt is ook... Dat lijkt me echt mooi. Dat je bent voor je voetbal... Je bent aan het werken, dus ja. Je werk. Maar je bent dan zo dichtbij het meest islamitische. Ik bedoel, voor ons vanuit Nederland, als je naar Mekka wil gaan, dat is een hele opgave. Ook financieel, maar alles reis erop. Maar jij kan gewoon bewijzen van voetbalwedstrijd. Ja, hier ook. Als ik nu bijvoorbeeld naar Mekka wil gaan. Natuurlijk met de auto is het, als goed is, 8 uurtjes zo met de auto. Hmm. Maar vluchten zijn hier heel makkelijk en ook gewoon goedkoop. Weet je. Je bent er, ik denk, binnen 1,5 uur. Als je gewoon vliegt, dan ben je er al. Dus het is top. Alleen nu ook een beetje met corona. Je moet een app downloaden en je hebt een wachtlijst voor Omra dan, voor de Mekka. Ja. Met die kun je gewoon wel gaan. Dat is geen probleem. Dus we moeten even kijken wanneer we weer tijd hebben. Misschien kan ik het met Hisham Faik toevallig doen. Die zit ook bij Faisali. Oh, hey, dus, met hem ben ik naar Ding geweest, naar Medina. Dat was echt leuk, ja, mashallah. Dat is echt leuk. Mooi, man. Nou, het lijkt me mooi als je zulke dingen ook met Nederlandse jongens kan delen. Weet je? Ja, is echt zo. Je bent 28. Je kan nog makkelijk, de fitheid van jou kun je nog makkelijk 7 jaar mee. Zou je nog terug willen naar Nederland of heb je zoiets van? Ja, ik wil best wel terug gaan naar Nederland. Tuurlijk, ik wil hier ook mijn ambitie behalen. Hopelijk een goede club hier nog zien te vinden. Nou ja, ik heb hier nu 2 jaar getekend, maar ja, je weet maar nooit hier. Ik kan binnen 1 jaar weer weg zijn als ik een goed seizoen heb. Ja, het gaat nu wel lekker, dus hopelijk kan ik het zo doorpakken. Maar ik wil hier nog wel kijken of ik nog de top 4 hier kan halen. Wat gewoon mogelijk is. En daarna hopelijk weer terug naar Nederland. Het liefste dan op de Vijverberg weer. Ja? Ja, ik zeg eerlijk, ik heb ook gezegd tegen de club van als ik echt terugkom. En ik ben gewoon lekker fit en alles, dan zou het wel mooi zijn om weer op Vijverberg te staan. Ja. Moeten ze wel Eredivisie spelen, hè? Nou, voor mij is het geen probleem. Ja. Clubliefde, hè? Gaat boven alles. Natuurlijk, het beste zou zijn als de Eredivisie spelen. Dat is één ding wat zeker is. Maar als de Jupiler League spelen en weet je, voor mij als het voor mij al denk ik nog 1 of 2 jaartjes, dan wil ik best wel gewoon bij de Graafschap spelen. Ja, want je bent natuurlijk relatief laat profvoetballer geworden. Hè? Zie je dit allemaal als? Want ik zie soms, weet je wel, zie je voetballers die eigenlijk denken van, ben je wel gelukkig als voetballer? Maar bij jou is het, jij straalt gewoon geluk uit. Maakt niet uit waar je voetbalt. Komt dat ook misschien omdat je juist op late leeftijd pas bent doorgebroken? Ja, is echt zo. Ja, tuurlijk. Je hebt sommige jongens die speelden van de jeugd al bij de profclub. En dan komen ze net niet in aanmerking voor de eerste. En dan zie je ze weer bij een amateurclub verschijnen, weet je. Voor mij was het 22. Ik werk nog bij de Albert Heijn, wat iedereen weet. Ja. En sommigen zeiden ook tegen mij van, ja, Youssef, je gaat het niet redden, geef het maar op. Maar wij weten waar we in geloven, dus je moet nooit opgeven. En toen kwam de Graafschap, 4 jaar gewoon geïnvesteerd ook. Ze hebben mij ook, ik ben blij dat ze mij de kans hebben gegeven ook om beter te worden. En daarna kwam de stap hier in het Midden-Oosten, ja. Het is dom als je die niet gaat pakken. Ook hoe ik ben, weet toch, ik praktiseer, kan hier ook mijn geloof het beste gewoon praktiseren. Dus wat jij zegt, Medina en Mekka in de buurt. Je hebt overal moskeeën. En voor mij was het al een droom toen ik 18 was om hierin te komen. Dus tuurlijk, hopelijk blijf ik nog een paar jaar. Het zou mooi zijn. Maar als ik dan klaar ben, dan hopelijk weer naar de Vijverberg. Lekker afbouwen als een veteraan bij FC De Graafschap. Nee, veteraan weet ik nog niet. Hopelijk zijn we er nog fit. Ja, een beetje de rustige snelverdeler, weet je wel. Lekker. Ja, dan sowieso. Dan hoef je niet te verwachten dat ik weer 12 kilometer loop in de wedstrijd. Mooi, man. Ja. Nou, ik zie dat je geniet. Dat is echt mooi om te zien. Laten we hopen, inshallah, dat jullie erin blijven. Het was spannend.
Strijden, maar Het wordt echt strijden. En hier in Saudi-Arabië, iedereen weet het, het gaat tot de laatste dag gaat het heel moeilijk worden. En ik heb je al verteld waar we in zaten, in die moeilijkheden. Ja. En je ziet het nog soms, hoor. We hebben echt een goed team. Soms denk ik van, wauw. Soms hoor je ook van de teamgenoten en andere spelers van, wat een team hebben jullie, weet je. En dan zie je een andere wedstrijd, zie je weer dat het weer minder wordt. Dus het is vallen en opstaan, weet je. Ja. Dus het wordt echt heel spannend. En ja, ook wat niet leuk was, vier topploegen achter elkaar. Dat is ook niet goed voor het moraal. Maar dan heb je ze alvast gehad, weet je. Dus dan kun je focussen op die andere wedstrijden. Maar op zich, 11 punten. We doen het goed. Hopelijk winnen we er nog 2-3 in deze laatste 4 wedstrijden. Wat gewoon mogelijk is. Dan hebben we, prima. Hoeveel punten? Ja. Dan heb je rond de 20 punten. Ja, dan mag je tevreden zijn, hoor. Ja, want ik zat altijd te kijken, want jullie zitten allemaal heel dicht op elkaar. Want als ik zo even kijk, we staan 13 en 11 punten. We staan 3 punten op nummer 9, weet je wel. En weet je dat bedoel ik. Het is 1 overwinning. Dus het zit allemaal heel kort op elkaar. En als je kijkt eigenlijk zelfs naar de top 4, nummer 4, die heeft maar 7 punten meer. Dus snap je? Dus twee keer winnen en je staat weer gewoon. Twee keer winnen en hopen dat zij, natuurlijk gaan die anderen weer verliezen. Dan doe je weer goed, weet je. Dan kun je lekker, na de winststop hoef je 4 of 5 wedstrijden te winnen, dan ben je veilig. Kijk, voor ons is het belangrijkste dat je even nog een jaar in de hoogste niveau speelt. Ja. Dus dat is het belangrijkste voor ons nu. Tuurlijk, hoe hoger, hoe beter. Maar voor mij is de 13 plekken prima. Ja, nou. Ja. We blijven je volgen, Youssef. Chokran. Ja, dank. Chokran, jij ook. Geniet er wel van. Zal ik doen. Salam alaikum. En dan is het nu tijd voor mijn panelleden. Met een debutant uit België, Mohammed. En we hebben nog een Belg, Mustafa. Allee, we hebben 2 Belgen. Dat betekent, Mokro Insight wordt internationaal, hè. Dat is toch fantastisch? Ja. Belgen, Marokkanen, Nederlanders. Ik ben een halve Belg met een Brabants accent. Maar het is mooi, jongens. Belgen zijn welkom. Samen een mooie show maken. En mijn derde gast, Yassin. Salam alaikum, heren. Goedenavond. 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 Vandaag is het, Yassin, 2 tegen 2. 2 Belgen tegen 2 Nederlanders. Althans, 2 Belgische Marokkanen tegen 2 Nederlandse Marokkanen. Mohammed, nieuwkomer, je debuut vandaag. Met een voetbalverleden. Lierse SK, Standard Luik, vertel. Ja, ik heb vooral in mijn jeugd bij Lierse SK gespeeld. Dan ben ik naar Lokeren gegaan. 1 jaar. Ik heb daar toen in de tijd een goede seizoen gehad. Standaard was me komen halen. Dat was toen onder Dominic D'Onofrio, Italiaanse trainer toen in de tijd. Hij was verantwoordelijk over de jeugd en de A-kern. En op mijn 17 heb ik een semi-profcontract getekend. En sindsdien met de A-kern gewoon meegetraind tot 20 jaar. Met welke bekende spelers heb je daar nog gevoetbald? Sinan Bolat, Dante, Jovanovic, Axel Witsel, een van de bekende namen. Marwan Filani, Mehdi Karsela. Grote namen, ja. Ja, Mbokani, NGB. Ik kan blijven doorgaan. Ja. En op een gegeven moment kwam Marokko, hè? Ja, klopt. Op een gegeven moment heb ik de keuze gehad. Ofwel blijven met de U. Was U17 van België toen. Ofwel keuze maken en naar Marokko gaan. En toen spelen ze Afrika Cup, U23 was het. En was ik een van de weinigen van België met Yassin Alghenassi richting Marokko vertrokken toen. En toen? Ja, ben ik teruggekomen en geen kans niet meer gehad bij de A-kern. Ik mocht mijn wedstrijden met de reserve meedoen, maar geen speelminuten bij de A-kern. Helaas. Ja. Omdat je voor Marokko koos? Ja. Maar dat maken veel Marokkanen mee, hè? In België? Ja, heel veel. Ja. Jij moest van heel veel Marokkanen maken dat mee, hoor. Ik heb dat ook toen gehad, hè. Ik weet nog, toen ik voetbalde in de jeugd. Het was net Erik Gerrits was zijn trainer. Ja, bij Marokko. Ja. En toen was het, wat doet hij in België daar? Wat doet Erik bij Marokko? Maar dat was echt... Je moest voor België kiezen. Yes. Ik werd verplicht. Snap je? Ja, ze zetten echt druk op je. Als je Marokko wil kijken, soms ging je niet trainen, omdat toen was Afrika Cup, ik weet niet of Marokko tegen Gabon of Marokko tegen Zuid-Afrika. Afrika Cup 2012. Ja. En ik was niet gaan trainen. Ik had op mijn donder gekregen van mijn trainer. Hè. Ik mocht zaterdag niet starten. Hè.
Dat is altijd zo. Ik heb gewoon gezegd, ik was ziek, hè? En er waren jongens bij, die de hele week niet op niet kwamen trainen. Die waren zogezegd op kot in Leuven. En ik kwam één keer niet trainen. Ik had mijn eindwerk, hè, waar ik aan het werken was. Dus ik ging niet trainen. Maar hun zeiden dan, ja, dus omdat je Marokko wou kijken. Ze zoeken altijd een reden. Dus, ja. Ja, best wel. Ik schrik daar wel van. Jesse, schrik je er ook van? Ja, best wel, ja. Het is me wel opgevallen dat het in België waarschijnlijk wat extremer is dan hier in Nederland. Je had ook een voorbeeld van Zakaria Bakali een paar jaar terug. Dat hij ook zwaar onder druk gezet om voor België te kiezen. Yes. En uiteindelijk heeft hij een paar minuten gespeeld. En dat was toen op dat moment nog bindend, nu niet meer. Maar het heeft wel veel impact gehad op die jongen. Dat kun je ook zien in zijn verloop van zijn carrière. Ja, in Nederland zijn ze daar volgens mij iets milder in. Ook hier wordt wel druk gezet hoor. Vooral bij jonkies. Maar je merkt dat nu ook Marokko druk zet in de zin van positieve druk. Waardoor die wat meer vertrouwen krijgen om toch te kiezen. Iemand anders waar ik in ieder geval op hoopte, waar ik naar uitkeek, was Hakim Ziyech gisteren. Topwedstrijd tegen Manchester City, Mohamed. Yes. We hebben natuurlijk allemaal gezien, Chelsea had het moeilijk zonder Hakim Ziyech. Hoe vond je Hakim Ziyech gisteren? Goh, voetballend vond ik die zwak, wat natuurlijk normaal is na een handvol wedstrijden missen. De eerste 10 minuten vond ik die aanwezig. Lekker aan de bal komen, veel ballen krijgen. Maar na 10 minuten ging Chelsea gewoon zakken. En kon natuurlijk de middenveld van Man City terug aan de gang. En er kwam altijd een speler of twee tussen de lijnen vrij. Zoals De Bruyne of Lo Celso. Er kwam altijd een oplossing vrij. En Kante en Kovacic die waren gewoon... Nergens? Nergens. Echt nergens. Jessin, had je het verwacht? Dat City het zo makkelijk zou krijgen? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik zag best wel een blok middenveld had Lampard opgesteld. Normaal doet hij twee controleurs. Dit keer had hij ervoor gekozen met drie echte middenvelders te spelen. En dan Pulisic en Ziyech op de zijkanten. Ik had van Ziyech niet zoveel verwacht eigenlijk voor de wedstrijd. Nee, omdat hij gewoon al een tijdje eruit was. Een paar weken. En het team zelf loopt ook niet lekker. Dus Ziyech kan in zijn eentje geen wonder verrichten. Dat verwachten wel bepaalde mensen. Als je kijkt ook naar de reacties van een van de commentator van de Sky Sports. Die begon te zeggen, ja, hij moest teruglopen. Maar dat is allemaal speculeren. Chelsea is op zichzelf, het team draait gewoon niet goed de laatste weken. En ja, Ziyech, ik had eigenlijk niet verwacht van hem dat hij zou in basis zou starten. Misschien de laatste 20 minuten, 30 minuten spelen. Maar helaas heeft hij niet echt een stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Nee, Mustafa. Ik las meteen wat reacties na de wedstrijd van... Althans, een aantal reacties van supporters. Die eigenlijk ook heel veel kritiek hadden op Ziyech. Van, ga terug naar Ajax en je hebt hier niks te zoeken, noem maar op. Is dat niet typisch? Dat is typisch, ja. Dat was ook toen Ziyech bij Ajax speelde. Mm. Dat was ook rond deze periode, januari, dacht ik. Dat ze hem uitfloten, dat hem had gescoord, dat hem zo die teken deed. Ja. Ziyech moet gewoon zijn ding blijven doen. Rustig blijven. Rustig. Hij is lang uit geweest. Chelsea is geen Ajax. Premier League is geen Eredivisie. Nee. Ik denk als Ziyech rustig blijft en die speelt zijn spelletje, dat hij wel de grote man bij Chelsea gaat worden in de Premier League. Maar hij loopt wel heel slim, hè? Wat zei je? Hij loopt wel heel slim tussen de lijnen. Ja, maar wel. Alleen spijtig krijgt hij geen ballen, want natuurlijk bij Ajax wel kreeg van... Maar van sommige jongens krijgt hij nu bij Chelsea niet. En die loopt Ja, Ajax was hier ook de beste speler. Hè? Bij Chelsea had je een goede kant, had je veel sterren. En dat speelt ook een hele grote rol. Ik denk als hier rustig en die wordt daar bijvoorbeeld een bepalende speler, dat ze hem toch vaker de bal gaan geven en dat hier dan beter gaat worden. Natuurlijk. Dus het gaat nou een gevecht zijn tussen Havertz en hier. Wie dat gaat winnen, gaat nou de nieuwe ster worden bij Chelsea. En degene die verliest, gaat weg. En ik hoop dat het Ziyech gaat worden. Ik denk meer voor Ziyech, hoor. Lijkt me ook. Het probleem van Ziyech is wel een beetje... Ziyech is geen echte rechtsbuiten. Nee. Dat betekent, hij heeft wel een rechtsback nodig die opkomt. Die,
die mee kan voetballen. Kijk, die Asper de Weta, met alle respect, die krijgt nooit de bal, want die kan niet voetballen. Ja, dat kan niet. Dus wat ze, je zag gisteren ook, je zag hem heel vaak een kaartje zoeken tussen de linies, maar hij was bijna niet inspelen. Nee. Dus, en als dan ook de rechtsback niet meedoet, alles ging via Chilwell vaak vanuit links, ja, dan staat hij een beetje, ja, dan staat hij een beetje als los zand ertussen. En hij deed in het begin best wel moeite, hoor. Je zag hem lopen. Maar hij werd gewoon goed afgeschermd. Dan krijgt hij op een gegeven moment een keer een bal. Dan draait hij mooi in en dan zie je zo Timo Werner. Ik denk van slaapkop. Dat is de bal. Ja, gewoon stil. Weet je wel? Het is ook, ja. Ik hoop dat ze moeten een type Mazraoui halen. Dat zou echt ideaal zijn. Zo'n type aanvallende rechtsback die gewoon in dienst van Ziyech speelt. Kan voetballen. Gaten kan lopen. Kijk, hij trekt ruimte mee. Dat doet alles. Die loopt geen één keer over Ziyech heen. Dus alles blijft dicht. Ja. Je zag ook die... hoe heet die Oekraïner? Shevchenko? Shevchenko? Die heeft dan redelijk makkelijk. Omdat de ruimtes heel klein zijn, heeft hij het redelijk makkelijk. Het is... maar het is wat jullie zeggen, het is te vroeg om hem af te... Ik bedoel, hij heeft een maand niet gespeeld. City. Ja, Kevin De Bruyne is goed, hè. Kevin De Bruyne is echt goed. Maar Kevin De Bruyne was ook in het verleden weggestuurd door Chelsea en... Door Mourinho nog. Willen ze een bepaalde... Om zich extra bewijzen. Ja. Met weggestuurd gaan naar Wolfsburg, op een gegeven moment komt hij naar City. Hij heeft gewoon stappen doorgenomen. Maar veel Belgen zijn weggestuurd. Kevin is echt een prof. Wat zei je? Veel Belgen zijn weggestuurd van Chelsea. Kevin De Bruyne, Lukaku. Bichwai. Batshuayi. Ja. Musonda. Charlie Musonda. Juist. Bij Chelsea kun je er heel veel op noemen. In Engeland heel veel. Janu zei ook, hè? Ja, Andres Pereira van Menu. Ja. Een ex-speler, die, als je die in een andere competitie zet, hè, die speelt daar de pannen van het dak. Als je die in Engeland laat, dan niks. Iemand anders die op dit moment pannen van het dak speelt. Dat is waar, 34 jaar. Maar Youssef El Arabi. Scoort weer twee keer tegen AEK Athene. Vaak kritiek scoort hij drie keer en dan zeggen ze tegen die. Maar dit was gewoon een grote ploeg. 13 doelpunten al, dat is bijzonder, hoor. Nee, zeker. Youssef El Arabi doet het gewoon goed in Griekenland. Heeft bijna altijd als hij speelt, scoort hij gewoon waar hij maar speelt. Het is gewoon een goede spits voor Marokko. Is er goed om bij te hebben. Jongens ook balvast sterk. Met de verleden wat hij heeft gespeeld met zaalvoetbal. Hij is ook gewoon balbehendig. Alleen ja, hij heeft het helaas niet geprobeerd in de jaren dat hij naar Qatar ging. Hij heeft het niet geprobeerd in een grote competitie. Zou misschien nog grotere speler zijn dan hij nu al is. Maar echt geen klaag over hem, hoor. Mohamed, had jij dat verwacht dat hij zo makkelijk zou scoren? Ik bedoel, Olympiakos is gewoon een grote ploeg, hè? Spelen over, ik weet niet wanneer de Europa League is, maar tegen PSV over een paar weken. Ja. Gaat PSV niet makkelijk tegen krijgen. Maar dat heb je altijd met Youssef El Arabi. Hij is constant. Hij scoort jaarlijks in de 20. En dit jaar is hij weer in de weg om naar de 20 goals te scoren. Maar daarom blijft hij altijd uitnodigingen krijgen voor de Nationale Ploeg van Marokko. Alleen, spijtig genoeg vind ik persoonlijk dat hij in grote wedstrijden zoals Champions League het laat afweten. Dat is in tegenstelling van Al-Nassiri. Die scoort weer in de Champions League. Ja. Die blijft weer progressie maken. Ja. Dat is een beetje het verschil tussen die twee eigenlijk. En Al Arabi is gewoon statisch spits. Een soort target man. Ja. Ja, Mustafa Mohamed zegt het al. Hij noemt Nassiri er meteen erbij. De ene moet nog omhoog. Ja, de andere met alle respect. Ja, hij is al 34 jaar. Ja. Die wordt niet beter in principe. Maar het is voor de Marokkaanse elftal natuurlijk interessant. Yes, dat Nassiri weet, ik moet ook aan de bak blijven gaan, want ik heb een concurrent die blijft scoren. Ja, ik vind dat heel positief. Nassiri, dat zijn twee verschillende types, vind ik op persoonlijk. Maar dat is goed. Al Arabi gaat hem ook heel veel bijleren. Al Arabi heeft ook een ervaring in de Spaanse competitie. Dat is echt een sluipschutter. Nassiri, die loopt heel goed. Maar zijn controle en dergelijke, dat kan nog beter. Maar zoals Mohamed ook zei, hij doet het wel in de Champions League, in de grote wedstrijden. En Al Arabi, dan is hem wat minder. Ja. Al Arabi is ook een speler die wist van,
Dat is mijn niveaupunt. Maar Nesri, dat ziet je echt. Die gaat het echt nog verschoppen. Ja? Italiaanse competitie denk ik wel. Ik denk dat ook wel. Nee? Ja, iemand, ja, je zegt Italiaanse competitie. Stap naar Hakimi is dan snel gezet. Ja. Ja, scoort weer. Scoort weer. 5 doelpunten al. Voor een aanvallende rechtsback. Maar dat is gewoon bijzonder. Als verdediger 5 keer scoren. Mohamed Conte die zei ook. Hij gaf een complimentje aan zichzelf. Van, eindelijk is het kwartje gevallen. Hij verdedigt nu ook goed. Want het is natuurlijk belangrijk. Hè? Ik bedoel, Hakimi is in principe een rechtsback. Ja. Aanvalt heel sterk. Verdedigend. Ja, kwetsbaar vind ik een groot woord. Maar hij is af en toe misschien te vaak weg. Waardoor hij te veel ruimte achterlaat. Is het voor Marokko belangrijk dat zo'n speler ook juist in Italië leert hoe je moet verdedigen? Ja, natuurlijk. Vind ik heel belangrijk. In Italië natuurlijk is allemaal bekend door het verdedigen eigenlijk. Het kunst van verdedigen. Als hij daar een klein beetje het verdedigen kan leren, dan is dat echt een wereldtop. Naast Alexander van Liverpool zie ik niemand anders tussen die twee, hoor. Snel, een beetje... Als hij een klein beetje werk aan zijn trappen, dan zou hij echt... Wereldtop. Die is nu al wereldtop. Ja, vind ik ook. Ja, dus. Ja, absoluut. De game vergelijkt straks met Cafu. Zulke spelers. Ja. Die gaat ook. Een paar maanden terug geleden had Benatia. Toen hij de openstap had gemaakt naar Inter Milan, was hij heel erg blij. Omdat hij dan ook tactisch dan vooruit zou komen. Dat zie je nu ook. Die speelde dan met 3-5-2. Hij speelt niet echt rechtsback. Meer een beetje hangen tussen aanval en verdediging. En je ziet dat hij tactisch daar ook sterker wordt. En dan neemt hij ook mee naar Marokkaanse elftal. Maar het is wel mooi om te zien als Mazraoui en dan Hakimi aan dezelfde kant bestrijden. Het is gewoon mooi om te zien. En het zal in jaren wel echt veel beter ontwikkeld worden. Mustafa, dat blijft natuurlijk wel een heikel punt in de zin van, kijk, bij Marokko wordt je tot nu toe afgelopen keren vooral als echte buitenspeler neergezet. In Italië speelt hij meer als een halve rechtsback, zeg maar, een opkomende rechtsback. Waar zou jij hem het liefst willen zien? Nee, zo, systeem zoals Inter speelt. Echt een 3-5-2 formatie. Ja, of 3-4-3, dat is wissel. Ja, ja, dat zou je... En zo, dat zou het beste zijn. Want dat is echt op en neer. Marokko heeft zo van die spelers met een Hamza Mendil of een Hakimi rechts. Hamza links. Gewoon op en neer constant. En dan 3 echt sterke verdedigers. En een goede controleur in het Amrabat. Daarnaast Tarabt. Tarabt. En dan in de spits een Ziyech op 10. En in de spits we hebben nog Barco, Salim. Hij is wel uit de vorm de laatste tijd. Salim, toch? Ja. Ja, klopt. Hij speelt niet meer zoveel bij Standaard? Hij was van Marokko heeft hem niet meer echt veel gespeeld. Hè? Nee. Nee. Hij was geblesseerd teruggekomen. Ja. En toen was het een beetje... Maar Standaard, heel Standaard doet het gewoon slecht nu. Ja, Standaard is niet meer... Standaard doet het gewoon slecht nu. Carcella mag weg, hè? Ja. Ja, langer. Ja. Dat was langer. Ook. Ja. Er kwam een nieuwe trainer en ineens mocht hij niet meer spelen. Raar. Ja, de Predon speelde hij best wel veel, toch? Ja, en iedereen geeft wel toe dat Caceda een van de beste spelers in de Belgische competitie. Maar wat is er allemaal gebeurd? Ze hebben de trainer. Ja. Ja, die mocht gewoon opeens niet meer spelen. Ik ben daar echt een grote fan van, Caceda. Ik volg die al heel lang. Ja, ik ook. Maar het grappige is, ik vind hem bij de clubs altijd goed. Of het nou Benfica is, of het nou bij Anzi is, of Standaard. Ik vind hem bij de Marokkaanse altijd, het komt er niet uit. Nee, nooit. Nee. Omdat de eerste wedstrijd vond ik wel. De allereerste wedstrijd, was tegen Niger. Ja, met... Zijn vrije trap en een penalty uitgelokt. Twee keer uitgespoeld. In Marrakesh. Ja, zijn debuut was het. Dat was echt, toen dacht ik, wow. Ja. Maar toen had hij die trap gekregen op zijn neus en dat heeft hem volledig... Toen was ik echt... Dat was echt een vieze trap, hoor. Ja, ik heb die match live gezien. Ik was in shock, ik kon het niet geloven.
En op, ik weet dan nog op Messenger of Facebook naar iedereen sturen. Iedereen was Genk-fan bij mij in de ploeg. Ik was de enige, een paar van Standaar. Ja. Was dat, hey, is dat echt, hè? Ja. Okay. Iemand die het wel goed doet, Saïs. Scoort weer, twee keer achter elkaar nu. Maar niet alleen, ik heb hem vooral tegen Tottenham, heb ik echt op hem zitten letten met een aantal andere jongens. Manier van verdedigen, hoe hij verdedigt en hoe hij leiding geeft aan die verdediging, is echt gewoon bizar. Het was echt zo balen op dat eigen doelpunt waar hij niks aan kon doen. Ja, nee. Maar we hebben met hem hebben we echt wel echt een meneer, hè? Mm-hmm. Zeker weten. Hij doet het gewoon heel erg goed. Toont leiderschap. Ook bescheiden, heel bescheiden. De manier van hoe hij voetbalt. Geeft nooit grote mond. Klaagt nooit. Gaat altijd volop in de strijd. Het is gewoon echt een leider voor het Marokkaanse elftal, vooral in de verdediging. Om daar wel toe te voegen, laatst hadden we altijd Verdal. Een beetje ja, omdat we twee linker verdedigers zagen. Laatste tijd zie je die speler bij Real Valladolid. Joët. Ja, Joët. Ja, hij speelt nu. Ik heb gekeken, twee strijden was die basis. Hij heeft gewoon volle minuut gespeeld. Doet best wel heel erg goed. Ook tegen Nassiri. Was leuk om te zien. Technica, voetballen. Die jongen doet gewoon goed als hij zo door blijft gaan. Zie ik hem wel blijven staan naast Saïs. Heb je gewoon twee goede verdedigers. Ja, want je hebt natuurlijk Mamai, die speelt natuurlijk niet. Die speelt nee. Volgens mij ook, hè? Want ik zag volgens mij... En Agert. En je hebt Agert natuurlijk, die speelt wel gewoon. Ja, Agert. Verdal Scott speelt ook elke week bij... Altijd. Elke week bij Sporting, 90 minuten. Maar wel in een driemansverdediging. Ja, links. Dus allemaal in driemansverdediging. Maar Verdal is ook... Hetzelfde situatie als Carcelar zelfs gezegd. Bij zijn clubs heel goed, maar bij nationaal elftal... Oh, Verdal, ja. Ja. Ja, klopt. Wat ik wel heel grappig vind van Bakhoog, hij speelde bijna geen enkele wedstrijd voor Frankfurt voordat hij tegen Senegal ging spelen. Na Senegal met Marokko heeft vertrouwen. Echt een opmars gemaakt, ook binnen zijn club. Basisspeler geworden bij veel wedstrijden, gescoord, assist gegeven. En je ziet het als je dat gewoon ook bij je land goed doet. Het kan zo zijn dat het een omkeer wordt bij je club. Ja, en dat hebben we nodig. We hebben natuurlijk spelers nodig die gewoon ook bij hun club belangrijk zijn en spelen. Ik zag laatst twee weken geleden of zo, Hamza Mendil die een keer in de basis mocht spelen. Van, daarna niet meer, maar ja, toch, hij heeft toch even 70 minuten mogen spelen. Je favoriete speler, Bouzidi heeft gescoord, hè? Ja, die scoorde, ja. Die is nou weer geblesseerd helaas, maar... Het is belangrijk in ieder geval dat al die jongens wel gewoon minuten pakken. Wie ook zijn minuten vorige week pakte, was Messina, de linksback van Watford. Italiaanse jongen, geadopteerd door Italiaanse ouders. De club die had een Instagram-post met een Italiaanse vlaggetje. En hij heeft een repost met een Marokkaans vlaggetje eronder. Nou is de jongen die altijd heeft gezegd, ik heb niks met Marokko. Dat hij dit doet, ja, wat zegt zo dat moment? Nee, voor mij persoonlijk niet veel. Als iemand voor Marokko zou willen kiezen, dan had hij die keuze al lang gemaakt. We beginnen, maar dat is wel een probleem. Als we zo gaan beginnen, dan hebben we bijna geen spelers niet meer. Want alle spelers van Europa hebben allemaal twee keuzes gehad bijna. Dat vind ik wel spijtig. Maar hij is wel een heel goede linksback. Ja. Maar ik heb een ander idee over die linksback. Kunnen we ook oplossen met Mazraoui? Ik ben daar geen fan van. Ik heb hem bij Ajax wel eens gezien als linksback. Ja, klopt. Het is gewoon, weet je, het probleem is... Een eenbenige speler die alles met rechts doet. Dan verlies je gewoon 2-3 tellen mee. En dat is gewoon in het huidige voetbal... Ja, weet je wel, tuurlijk, je kunt hem neerzetten, je kan Hakimi neerzetten. Maar het is altijd beter als je gewoon een echte linksbenige hebt. Ja, natuurlijk. Hij is best sterk. Hij is heel sterk. Kracht, power. Kijk, Nordin waarschijnlijk vraagt hij gewoon om het feit van wat we denken, dat hij die vlag retweet. Ik denk gewoon, het is duidelijk dat hij gewoon... Bij. Ja, hij is gewoon bij. Toch? Ja. Ja. Dat kun je wel zeker vaststellen. Maar zo'n speler hebben we vooral nu echt hard nodig. Dus een jongen die gewoon ook talent heeft, inzicht, gaat mee naar voren, heeft een goede paas. Kun je een beetje vergelijken met Ashraf Lazar? Mm.
Ja, met zo'n goede passing, geeft ook goede voorzetten. Was vorig jaar ook een van de beste linksbacks, dacht ik, in de Premier League. Ja. Hij heeft nu alleen maar terugval gekregen met een blessure. En hij is ook nog niet zo oud. Hij is 30, 25, 26 jaar. Zoiets, ja. 26. Ja. 26 jaar, dus hij heeft nog zeker wel 4, 5 jaar dat hij gewoon mee kan gaan op topniveau. En wie weet zal het een mooie, goede versterking voor het Marokkaan zelf wel zijn. Mustafa, zou je blij zijn met Massina bij ons in Marokko? Eigenlijk wel. Maar zoals Mohamed zei ook van... die zijn al heel vaak bij hem geweest. Ik denk al van Rashid Tausi. Ja, ook een paar keer aan hem is gaan vragen, maar hij wou niet. Ja, dat doet me wel pijn. Dat ze dan achteraf toch naar zo'n jongen gaan, terwijl er genoeg... Ja, niet genoeg, maar toch andere spelers zijn die wel voor Marokko willen spelen. Maar eigenlijk... Je moet het proberen, toch? Hij bracht toen Italië door. Die rendeert. Die moet het krijgen, hè. Ja. En Massina, ja, dat is een type Kolarov. Een sterke, snelle... Ja, niet snel, maar een goede pas, een goede trap, een goede voorzet. En een type ding is, die nou van Arsenal naar Schalke is gegaan. Hoe heet die, Bosnier? Oh ja, Kolasinac. Ook zo'n type. Ja, zoiets. Echt sterk, vooruit. En hij is wat statischer. Massina beweegt wat meer. Ja. En die andere wat statischer. Maar het is gewoon een goede aanwisseling voor Marokkaan zelf. Geen twijfel. Je kan ze een andere beweging neerzetten. Iemand anders die ook een aanwis had kunnen zijn op die linksback, die heeft natuurlijk al lang eerder voor Marokko gespeeld. Jessine, ik vraag jullie altijd, jongens, welke wedstrijd hebben jullie gezien? Toen kreeg ik van Jessine op een gegeven moment Sivasspor tegen Denizlispor. Zat hij daar niet mee, Astati? Ja? Ik had de wedstrijd graag kijken in verband met Astati. Ik heb hem heel lang niet zien spelen. Ik dacht van, want hij speelde de laatste tijd gewoon aan de basis. Maar in dit keer zag ik hem niet op de wedstrijdformulier. Nee. Dan zag ik wel toevallig twee andere Marokkanen. Fajar en Birgdish. En ik moet zeggen, Zakaria heeft het echt niet slecht gedaan. Het was gewoon bijna fouten. Hij speelde gewoon echt goed. Ja, ik vind het heel vreemd dat hij ook de laatste jaar, dacht ik anderhalf jaar, voornamelijk wel basis. En ik vond het heel vreemd dat hij nog nooit de kans heeft gehad. Ja, want even uit mijn hoofd, want Burgess kennen we vooral uit Spanje. Zat hij bij Sociedad of waar speelde hij in Spanje? Valladolid, denk ik. Valladolid, ja. Valladolid. Heel lang Valladolid. Toen is hij naar Italië gegaan even. Ja. Dus het is altijd wel een speler die een grote competitie speelt. En altijd speelt in principe ook, althans veel speelt. Waarschijnlijk is hij jonger dan 34. Ik denk dat hij echt... Hij is 31 of zo, 30, 31. Ja, 30 is het. 31 jaar. Hij is niet zo erg. Ja, ik vind het best wel vreemd dat hij nog niet heeft opgeroepen. Sinds hij een coach is. En vooral nu, als je ziet op de linkere flanken, moet je Mendy roepen. Terwijl hij gewoon een bankspeler is. Ja, hij riep zelfs Lazar op die... Die al een jaar heeft gespeeld. Is toch, ja. Dat vond ik wel. Misschien scouten ze niet goed in de Turkse competitie. Ja, misschien zijn ze vergeten dat kan. Fajr doet daar wel goed in Turkije, hè? Ja, en Aysat ook. Aysat heeft dit keer niet gespeeld. Maar als ik zie hem wel vaak op het scorebord. Of hij gescoord heeft of een assist. En, Ja. En dat vind ik ook een speler die eigenlijk, ja, die ook wel, als je bepaalde spelers in Marokko kans geeft, dan is Mel... Astad is al oud, hè? Ja, oké. Okay. Dus kijk op die positie, Astad is een fantastisch voetballer. Maar ja, op die positie heb je al Amelabar, Kok, Ziyech, Harit. Nee, dat... Maar Brugge zou echt niet te misstaan in het Marokkaans elftal. Die Zakaria Brugge. Nee, sowieso niet om erbij te hebben. Kijk. Nee, ik vind het beter dan Shabak of zo, Islam Shabak. Ja. Ervaring, hè? Zie, maar hij is sinds 2012 niet meer opgeroepen, hè? Zakaria Birgdish. Sinds 2012 al niet meer? Ja, maar dat is eigenlijk het probleem met Zakaria Birgdish. Sinds 2014 is hij niet meer stabiel geweest in zijn leven. Elk jaar veranderen van ploeg, wegens discipline natuurlijk. Dus hij is niet echt stabiel. Klopt. Het heeft dat probleem wat Taraf heeft meegemaakt, eigenlijk. Ja. Ja, mentaliteit is ook het belangrijkste. Ik bedoel, natuurlijk. Ik weet ook niet wat hij bij het Marokkaans zelf heeft gedaan. En nee. Dat weten we niet. Ja, nee. Sinds de Olympische Spelen heeft hij niet meer voor het Marokkaanse elftal gespeeld. Ik dacht de laatste toernooi die hij meespeelde was met Tausi in Zuid-Afrika. Ja. Nee, sinds de Olympische Spelen. Olympische Spelen. 2012. Hij heeft dus 8 jaar niet meer voor het Marokkaanse elftal gespeeld. Ja, echt, hè?
sindsdien is hij niet meer opgeroepen. Oké, okay, mijn hoofd dacht ik dat hij nog... Dus, dat wil al iets zeggen natuurlijk. Ja, dat zegt wel iets, ja. Maar aan de andere kant denk ik, als je zoveel problemen hebt op die linksback... Ja. Dan moet je proberen het uit en misschien is hij veranderd. En natuurlijk. Even een... Misschien een politieke kwestie. Ik bedoel, Marokkaanse bond heeft besloten. En we hebben eerst Marokko en Israël die trekkingen in ieder geval wat hebben aangehaald. Dat is vertaald naar het voetbal ook. De Marokkaanse voetbalbond gaat nu intensiever met de Israëlische voetbalbond samenwerken. Er komen oefenwedstrijden. Nou, ik lees wat online van mensen. Ik lees eigenlijk best wel veel negatieve dingen. Mensen zijn boos en kwaad. Moest ik beginnen bij jou. Hoe kijk jij daar tegenaan als voorzitter Legia zegt van ja, weet je, we gaan met Israël meer samenwerken en we gaan oefenwedstrijden spelen. Hoe reageer jij erop? Okay, ik denk dat je sport en politiek helemaal niet samen moet mengen. En ook niet religie. Ze zeggen Israël, ik kan hier echt kwaad om worden, hè? Omdat veel mensen die daar reageren en zo. Die denken dat ze iets geloof met geloof en religie. Maar het eerste wat de profeet heeft gezegd, wie heeft de moslims aanvaard in Medina? Dat waren de Joden. Snap je? En in Israël zitten de Joden en ze zeggen ze, ja, Joden, Israël, we moeten er niks mee te maken hebben. Want het is erg wat ze doen in Gaza, maar ik vind gewoon sport en politiek, hou dat gescheiden. Speel je wedstrijden met Israël. Maak er een goede band mee. In op aarde, want als Israël bijvoorbeeld geen weer aanvallen doet en geen gesprek wilt hebben met Arabische landen, is het weer van, kijk, ze zijn slecht. Niemand doet iets van de Arabische landen, maar nu wil Marokko iets doen, en dan is weer, Marokko doet slecht. Dus wat je ook doet, je doet het verkeerd, volgens bepaalde groepen. Ja, Jessen, hoe sta je daarin? Ik zie het heel anders dan wat de broeder met Mustafa net zei. Kijk, politiek vind ik een sport. Dat je niet met elkaar mengen, daar ben ik mee eens. Maar ik vind dat Marokko samenwerking met Israël op grond van wat. Laten we eerlijk zijn, het is een land die niks voorstelt qua voetbal. We hebben nog nooit een toernooi gespeeld. Begrijp ik niet waarom zou je in samenwerking met zo'n land... Op dit moment niet voor kiezen, waarom niet 2 jaar geleden, waarom niet 10 maanden geleden, waarom nu precies wanneer een samenwerking of een overeenkomst is tussen twee landen. Dus het is gewoon politiek waarom dit ontstaan is. En los van Joden of moslims of wie maar ook bent, dat staat echt buiten. Het gaat meer om het voetbal. Voetbal, ik zie geen band waarom ze met hun een samenwerking zouden moeten gaan verrichten. Want op basis waarvan. Voor Joodse spelers kennen wij Israëlische spelers. Misschien die jongen die speelde bij Chelsea, Liverpool, Benayoun. En Ben Sahar. En dat is misschien alles. Als je, maar dat is mijn geleden. Dat is alles. En dan met alle respect. En dan ga je zeggen, ja, samenwerking in grond van wat. Nee, voor mij hoeft het niet, hoor. Mohamed, hoe sta je erin? Ik heb een andere visie daarover, eigenlijk. Ik denk dat het gewoon een deal was tussen Marokko, Amerika en Israël, waarbij iedereen een winnaar is. Marokko, ja, echt waar. Marokko, ja, erkenning van Amerika over de West-Sahara. Dus Marokko is een winnaar daarover. Israël, dat is gewoon eigenlijk een kleine deel van een grotere plan, een grotere strategie om een foundation te bouwen eigenlijk in de Arabische landen. Er zijn al 3 landen die dat begonnen. Je hebt Bahrein, Soudaan en Emiraten. Die hebben een ambassade van Israël in hun land. En Marokko is de 4e Arabische land. Ik denk dat dat gewoon een politieke grote move, een set is. En ja, met de competities, ja, dat is gewoon de foundation verder opbouwen eigenlijk. Meer denk ik niet daarover. Ik ga heel ver met je mee. Er is een groep die dan zegt van, tuurlijk... Dat is prima. Met z'n allemaal misschien wel over de rug van de Palestijnen. Ja. We hebben een voetbalprogramma, dus het is lastig om daarover te oordelen. Kun je daar wat over zeggen? Wil je er wat over zeggen? Of zeggen we, ja, weet je jongens, het is voetbal Noord-In, dus kap met die onzin. Ja. We moeten wel weten, Noord-In, dat er Joden waren sinds... voordat er maar Arabieren waren in de Andalus. Dus... Ja.
Joden waren er al in Marokko. Dan heb je de Joden van Andalus, die zijn daarbij gekomen, later. Ja, dan is de staat Israël uitgevonden. Dan zijn er al de Joden van, weer Joden van Marokko eigenlijk, stiekem vertrokken naar Israël. Toen in de tijd Mohammed vijf, of hun vader was dat, die is dat te weten gekomen en die heeft dat tegengehouden. Want in die tijd waren er heel veel Joden in Marokko. Ja. Dus... Ja, klopt. Dus, een feit. Wij weten niet wat er schermen. Sorry, wat? Als je een feest gaat of zo, in de bepaalde steden heb je nog veel. Gewoon synagogen, hè? Ja. Dus waar ik in Terudent of in de kant van Marcus en zo, dat ik ook heel veel dat er jaarlijks synagogen en dat er mensen op bezoek komen, dat er echt op tv komt en zo. Hè. Het probleem is ook, ik weet je, dit is het ook. Het gaat niet om moslims en joden. Nee. We moeten gewoon samen kunnen leven. Tuurlijk, natuurlijk. Je moet niet kijken naar dingen. Anders gaat je problemen blijven creëren en twee kampen. En dat is wat ze wil. Dat is wat de media dingen wil. En dat is wat Amerika wil. Ik snap Mohammed wat hij zegt. Van, het is gewoon een deal. En ik snap Yassin ook. Maar ik vind gewoon... Laat de mensen nou eens geen twee kampen creëren. Laat ze eens samen een oplossing zoeken. En niet constant zeggen van... Israël, moslims, joden. Kom samen. Maar, dat is wat onze geloof is. Hè. Overgaan. Wat bedoel je met een oplossing? Wie voor een oplossing voor wat? Ja, voor een multiculturele samenleving. Hè? Maar heb je het dan over de oplossing voor het Palestina-Israël-conflict? Alles in het algemeen. Alles. Ja, want dat is een beetje het probleem. Racisme, het Palestina-Israël, bijvoorbeeld Beitul Maqdis, waar ze overvechten, Jeruzalem en Quds. De Joden zeggen van, daaronder, dat is van ons. De moslims zeggen, dat is van hun, van ons. Dat gaat hele zware oorlogen komen als je hoe noemt het, als je kennis opdoet, dan weet je dat daar het gaat eindigen, dat Isa nog daar gaat komen met Israël. Dus daar gaat het eigenlijk om. En mensen zijn aan het panikeren, denk ik. En dan zijn ze twee kampen aan het creëren, maar laat ons gewoon even focussen en alles gewoon te goed doen. Ik denk, je hebt niet te maken met twee kampen. Kijk, je zal altijd... Dat is altijd een verschil, zeg ik altijd. Je hebt zwart-wit, je hebt ja, nee. Kijk, het heeft niks te maken met, denk ik, een kamp op creëren. Ik vind gewoon de keuze die nu wordt gemaakt, wat Nordin zegt, van wat vinden we ervan. Het is gewoon, de timing valt precies met het moment dat er een overeenkomst tussen Marokko is en Israël. En dat is wat ik gewoon kwalijk vind. Dat, waarom niet 2 jaar geleden? Of waarom niet met Palestina? Maar dat is het. 2 jaar geleden kon het niet. Ja. 2 jaar geleden was er nog geen... er was geen band tussen... die hadden gewoon geen contact. Ja, officieel niet, maar achter de schermen wel, denk ik. Ja, achter de schermen wel. ik denk al die landen die je ziet. Je ziet in het begin als je Marokkanen de kritiek op Saudi-Arabië en Emiraten kijken wat ze doen. En toen de Marokkanen dat deden, is het opeens ja, maar... weet je, kijk, achter de schermen hadden ze allemaal contact met elkaar. Nu is het allemaal officieel geworden. Ach, de schermen zijn allemaal beste vrienden. Marokko zag ook een kans, hè. Tuurlijk. Om erkenning te krijgen van Amerika. Van Sahara. Sahara. Ja, tuurlijk. Het is allemaal politiek en dat is heel goed. En, maar... Mensen zijn heel kritisch omdat heel veel mensen zeggen... Ja, Marokko heeft de Palestijnen in de steek gelaten. Waarvan ik zeg... Nee. Ik denk dat Marokko niet zo'n grote speler is als om dit probleem gaat. Ik bedoel, Marokko heeft met alle respect heeft niks te zeggen. Nee, precies, klopt. Je moet uiteindelijk ook aan je eigen belangen denken. Maar zo sta ik er een beetje in. En, kijk, natuurlijk hoop je... Je hoopt ook natuurlijk dat... Kijk, ik hoop ook dat Israël verstandig genoeg wordt. Dat ze zien dat er verbinding komt van twee kanten. Dus de Arabische landen en Israël. Ja, dat ze ook gaan nadenken, oké, maar we moeten toch een betere oplossing zien te vinden voor de Palestijnen. En toch gaan naar een twee-staten-oplossing. Ik wil daar een beetje, heeft niks met sport te maken, maar ik wil daar even een toevoeging op toevoegen net. Ik heb vandaag gelezen dat Israël is bezig, heeft een jurist in handen genomen, is bezig, nadat er allemaal deals zijn gesloten met Arabische landen, voornamelijk Arabische landen, om 250 miljard terug te claimen over goederen die Joodse migranten hebben achtergelaten in hun landen. En Marokko moet iets van 8 miljard zo terugbetalen.
volgens Fox Israël. En precies wanneer er een overdag wordt getekend, is het vandaag gepubliceerd, ook op het nieuws. Kun je gewoon overal lezen. Yeah. En Marokko zegt, heeft er meteen gereageerd van, ja, maar die mensen zijn vrijwillig weggegaan. Jullie hebben allemaal dingen beloofd. En ze zijn niet hier al weggegaan omdat ze weg wilden gaan. Dus die spullen die ze achter hebben gelaten, die is ook van ons. Ja. Dat vond ik wel. Nee, die is daarbij voeren, dat ik eigenlijk niet begrijp. Ja. Donald Trump heeft deze beslissing genomen. Maar Joe Biden, nadat hij de overstap heeft gedaan naar Washington, kan hij die keuze terugdraaien. Ik bedoel... Zara bedoel je? Ja, hij kan die keuze, hij kan die beslissing terugdraaien. Ik weet niet of dat zo makkelijk gaat als het ook door de Senaat is en als iedereen zeg maar, het ondertekend heeft, dan doe je dat niet zo snel. Want dan hebben de democraten ook meegestemd. Ik had er iets over gelezen. Ja? Ja, dat veel experten niet begrijpen waarom dat Donald Trump die keuze heeft beslist, alleen genomen eigenlijk, wanneer dat Joe Biden die keuze kan terugdraaien. Nou, dat heb je uit de administratie. Ja, maar de vraag is, gaat hij dat doen? Kijk, ook voor Israël is het een goede deal. Natuurlijk, dus, ja. Kijk, Amerika is heel erg pro-Israël, dus in dat opzicht heeft Marokko tactisch goed gespeeld. Ja. Genoeg politiek, jongens, want anders gaan we straks nog heel veel reacties krijgen. Het voetbal ligt natuurlijk in België zijn we al begonnen. Het is zodanig geblesseerd, hè? Ja, hij is geblesseerd, hè? Is ernstig of valt hij niet gespeeld? Ik zou niet weten. Ja, ik zeg wat voor... 3 weken. 3 weken, oké. Okay. Ja. Doet wel goed, hè? Ja. Het ding is ook goed, hè, die Holthauser. Sorry? Die Holthauser, die weer Beerschot speelt. Orthodoxe speler, joh. Zeg je? Machine. Ja, echt een orthodoxe speler is dat. Hoe heet die? Die kan Holthauser. Waar komt die vandaan? Op het middenveld, hè, nummer op de 8. Dat is echt. Dat is de Marokkaan. Ruud Vollmer. Nee, jij dacht even dat we over een middenvelder gaan praten van Beerschot die geen Marokkaan is. Ja, we gaan over het algemeen, maar schrijf die naam op, hè. Ja, we schrijven over 3-4 jaar gaan we die in Engeland zien. Wat is de afkomst? Ik denk Oostenrijk, hè. Nee, hij was... Of Zwitserland. Of Duitsland. Ja. Ik vind die spelen van dingen. Van de Red Bull ploeg gekomen. Van de... Oh, Salzburg. Of Leipzig. Of... Oké. Een van die ploegen. Ik vind die spelen... Mooie linkse voet, hoor. Anderlecht, ja. Interessant. Hè? Anouar, is achternaam. Ja. Heeft hij nou al gekozen of nog niet? Nog niet. Hij heeft nog geen keuze gemaakt. Hij is nog jong, toch? 18 jaar, 19? Ja. 18 jaar. Ik had ook Amin Gomes, hè? Van Linksback. Ja, maar die heeft Linksback. Die speelt al voor Marokko. Gespeeld, ja. Die heeft al voor Marokko. Ja, misschien is dat... Ja, die... Linksback. Die jongen die bij Den Bosch speelde vorig jaar of 2 jaar geleden. Of is ja, klopt. Dat is hem. Ja. Waar speelt hij nu? Speelt hij nog bij Wasland Bever? Ik denk dat hij nog eigendom is van Wasland Bever, maar waar hij speelt. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Hij was even geblesseerd uitgevallen, dat weet ik. Maar hij speelt in België, eerst nationaal. Ah, jongens. Ik dacht Genk. Hij heeft bij Genk gevoetbald. Hij komt van de jeugdopleiding van Genk. Daar is hij doorgebroken. Dus hij verhuurt aan Den Bosch. Ja. En dan heeft hij 2 nationaal gespeeld bij Lommel. Lommel United. Dan Waasland Beveren. Ik denk dat hij daar nog zit. Of Lokeren. Zit niet. Of is dat Bushheim? Nee, ik weet niet waar hij heeft gespeeld. Gamas. Jongens, we zijn bijna tot een einde gekomen. Ja, het is nu begin januari. Nog 2,5 maand dan de Marokkaanse selectie. 3 spelers. Er werd steeds gezegd 3 nieuwelingen. Massina kunnen we zeker bijzetten, toch? Ja. 100%. 100%. Anouar El Ghazi. Nou, het is goed dat je hem noemt. Ik denk niet dat hij erbij al gaat zitten. Maar zou hij erbij moeten zitten? Vind ik wel. Zeker weten. 100%. Ja. Je kunt hem gebruiken als spits, als linksbuiten, als rechtsbuiten. Ja. Hij doet goed. Ja. Een mooi voetballer. De vraag is natuurlijk, wilt hij zelf? Want kijk, Frank de Boer is bondscoach, je kent hem. Het kan zomaar zijn, je hoort ook vanuit de Nederlandse pers al sommigen die zeggen van ja, hij doet het goed. Ze gaan er vanuit dat hij automatisch van Nederlands elftal speelt, dat weet je niet.
Nou, dat heeft hij al gezegd. Ik bedoel, hij heeft ook al een paar keer in het interview gezegd. Ik zeg de media gaat ervan uit dat hij heeft al 5 jaar niet voor Nederlands afgespeeld. Sinds 2015. Oh, vanuitgaan dat hij wordt gesolliciteerd, bedoel je? Nou, het werd... Want hij weet dat hij nu voor ook Marokko kan spelen, sinds die nieuwe regeling. Maar de media, als je kijkt, ja, de Nederlander El Ghazi scoort weer 3. Ja, zo werkt het wel, hè. Hij is... Het is gewoon grappig om te zien. Het is grappig om te zien. 5 jaar lang is er niks over hem geschreven, een paar keer misschien. Ja, maar omdat hij 5 jaar, of dat hij een aantal jaren niet heeft gepresteerd. Zo werkt het. Nee, een championship was hij echt goed. Was hij ja, echt... een championship met alle... Tegen Tottenham was hij ook goed, hè? Ja, championship was hij echt goed. Kijk, championship met alle respect, daar wordt niet naar gekeken. Ja, maar Marokko misschien wel. Weet je, als Marokko en dat in de tijd gewoon vroegtijdig. Maar ja, maar die regels pas gekomen. Maar, ja, daarom. Maar ik zeg gewoon van, wie weet wat hij voor het Marokkaanse elftal speelt. Dat weet je niet. Maar de media, als je kijkt naar wat ze allemaal publiceren. Ze gaan er ook van uit dat hij in maart hoogwaarschijnlijk de plek van Babel of Berghuis openen. Babel sowieso niet, want die zal altijd geselecteerd worden. Die is geblesseerd, dus dat scheelt. Wat voor hem dan. Promis is ook niet lekker in vorm. Nee, daarom. Dus hij heeft de kans. Hij heeft een serieuze kans. Ik bedoel, Als ik El Ghazi was, zou ik gewoon kiezen voor zekerheid. Dat is gewoon Marokkaanse elftal. Waarom? Ja, ben je ook niet zeker van je plekje? Ja. wel beter dan in het elftal. Op de rechterflank van voor niet. Ik ben met de schoonzoon van Frank de Boer. Met Berghuis, Bergwijn, Moment ook misschien. Dat zijn allemaal flankspelers. Ithar. En het Marokkaanse elftal heeft hij ook concurrentie. Idrissi. Ja, Zakaria. Misschien Abu Ghlal. Maar ik denk dat hij daar gewoon wel meer tot zijn recht. Met zijn vrienden Hakim. Nusir Mizrahi zou toch wel leuk zijn. Ja. Tuurlijk. Amrabat. Ja. We gaan het zien, jongens. Mag ik jullie bedanken? Ja. En ik zie jullie snel weg. Samen. Oké. Samen kom. Het zit er weer op. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Rechtsonder abonneren. En laat een reactie achter wat je van de uitzending vond. Ik zeg nog geen vaarwel. Nee. Mokro Inside. Op het laatste nippertje hebben wij een megatransfer binnengehaald. Ja, het heeft wel wat gekost, ja. Maar, niemand minder dan Noam Boudeskaï. Wie kent hem niet? Spoken word artiest, oud voetbaljournalist. En nu bij Mokro Inside elke maandag met een column. Genieten. Veel plezier en ik zie jullie snel weer. Salam alaikum. Het is geen toeval dat wij hem tegenwoordig allemaal kennen. We zeggen Tanane, maar je spreekt het uit als Tenen. Klein feitje. Hij omspeelt tegenstanders in een fractie. Zijn acties doen me denken aan Yusuf Hadji. Alleen dan met een fluweel linkerbeen. Door zijn passes lijkt alles zo lax en easy. De beste Usama naast Asaidi. Ja, beter dan die ene van Barça die alleen maar op de brommer zit. Hij is de motor op het middenveld van Vitesse. De geweldenaar van de Gelre Dome. De Gelderse droom die meer overzicht heeft dan een drone. Een bal op de stropdas is voor hem zo gewoon. Geen held op sokken, maar kousen laag als een echte verdette. Bestempeld als moeilijke jongen, maar hij rent de longen uit zijn lijf. Die analisten komen met keel uit. Hij is scherp, fel, verlaat elk duel heel huids, zonder kleerscheuren. Kijk hem weer een vrije trapper inrammen. Ja, hij heeft een kort lontje, maar elke wedstrijd zien we hem vlammen. Hij regisseert, acteert, monteert. Hij maakt van elke scène zijn domein. De hoofdrolspeler, de ster van Hollywood aan de Rijn. Het schoffie uit Amsterdam-Oost. Maar met hem win je de strijd. Straks schittert hij op het WK in Qatar. Een tandem met Ziyech. Noes rechtsback, Labiat op 9. Marokko wereldkampioen. Niemand houdt ze tegen. Ik denk dat het kan gebeuren. Echt waar, ik geloof dat. En het begon allemaal met de straatjongen uit de hoofdstad. Ja, stel maar, kom kijkers. Ik ben weer terug, heel snel. Hè? Ja, zo snel gaat het ook. Ik kreeg op een gegeven moment na de uitzending een appje van heb je dit en dit gehoord? Ja, Ali van NVR natuurlijk. Dat is de enige echte die kort op nieuws zit. Ali, vertel, wat is het nieuws? Ik moest dringend komen. Nou, ik ben er.
Ja, dat ga ik je vertellen, Nordin. Alvast dankjewel dat je me weer hebt uitgenodigd. Het is een lange tijd geleden, maar we zijn er weer. Welkom. Ik was even op Almas Pro aan het kijken. En ik weet dat Fozzy Legia een persconferentie heeft gegeven, een interviewtje afgelopen week. En daaruit blijkt, uit het bericht van Almas Pro, die heel dicht bij de federatie staat, daaruit blijkt dat Infantino, de voorzitter van FIFA, samen met Fozzy Legia, samen naar het dossier Mounir hebben gekeken, buiten de kas, het tribunaal van FIFA in Zurich, dat een oordeel velde dat het niet gegrond was dat Mounir van Marokko mocht uitkomen. Zij hebben er opnieuw naar gekeken. En nu is het hopen dat in maart Mounir erbij komt te zitten. Fozzy Legia verwacht wel een positieve berichtgeving omtrent die zaak. Dus laten we hopen dat het echt zo is. Dus Infantino samen met Legia. Eerst een tagine natuurlijk, gebraden kipje, groentjes. Daarvoor een salade, een typische Marokkaanse salade. En daarna, dat doet je natuurlijk ook eruit, Marokkaanse thee, brad ete. En daarna samen op de bank met dossier Mounir. Uitbuiken dus, hè? Wat zeg je? Uitbuiken dus. Ja, maar dat is goed nieuws, toch? Ja, dat is zeker goed nieuws. Kijk, we wisten al dat Legia er niet zou bij laten zitten. Dat hij er gewoon niet, akkoord ging met het vonnis van de kas. En dat hij hoe dan ook deze regel zou willen veranderen. Want hoe je het went of keert, het is toch wel Marokko die regel in het leven heeft geroepen. Hè? Het is 15 jaar zwoegen, zweten en doen. En weet ik van allemaal. En nu willen alle andere landen, 210 landen, willen dan allemaal meegenieten. Wil van twee walletjes eten. Maar hij is de enige die echt opstaat om er uiteindelijk echt daadwerkelijke verandering in te brengen. Zijn bijnaam is niet voor niks de Don, de Godfather. Ja, die krijgt alles voor elkaar. Klopt. Nou Ali, jij blijft het voor ons op de voet volgen. Is er nieuws? Je weet het, meteen erin. En laten we hopen dat hij in maart erbij zal zitten. Is goed. Spoken dan. Samen komen. Nou, dat zou toch mooi zijn? Mounir Haddadi vanaf maart in Marokkaan zelftal. Dat zou toch mooi zijn? We gaan het volgen. Nogmaals bedankt voor het kijken. Assalamu alaikum.